Heerenveen speelde vandaag de thuiswedstrijd tegen FNC uit Leeuwarden. De wedstrijd verliep wisselvallig, maar het werd vooral in de tweede helft een waar spektakelstuk. De eerste helft was teleurstellend van Heerenveenzijde en FNC kwam in die eerste helft ook op een 1-0 voorsprong. De tweede helft kreeg Robert Fick al heel snel een rode kaart, maar leefde Heerenveen wel op en scoorde Daniel Manning op fantastische wijze de 1-1. Daarna kwam Heerenveen op een 2-1 voorsprong dankzij Marco Santing. Maar uiteindelijk kwam FNC toch langzij door een vrije trap die verkeerd werd beoordeeld door de verder uitstekend keepende Raymond Benjamins. Ja, Rick de Laar, met wat voor gevoel sta je hier dan? Na de eerste helft zou je tekenen voor een punt, maar als je dan die tweede helft ziet, ja, dan spelen jullie gewoon fantastisch. Ja, ik denk dat je gewoon een beetje dubbel gevoel hebt vandaag. Ik bedoel, je staat met 2-1 voor en je hebt alles goed staan. En ja, dan krijg je toch nog die 2-2 om de oren. En op het eind hebben we nog een paar hele goede kansen. Dus ja, daar had misschien wel meer in gezeten, tweede helft en het eind. Maar ja, als je de eerste helft bekijkt, is het misschien een gelijkspel verdiend. En bijzonder sneu dat het nou juist Raymond Benjamins moet overkomen dat hij die vrije trap verkeerd inschat. Want ja, hij houdt jullie in de eerste helft op de been. Ja, natuurlijk. Raymond keept gewoon fantastisch. De eerste helft haalt hij die kopbal eruit. En ja, die vrije bal, die krijgt een rare zwabber. En hij staat net op verkeerde benen en dan gaat zo'n bal erin. Ja, om te zeggen dat het echt een dikke fout is, ja, vind ik, is niet mijn mening. Nee. Nou, kijken we even naar die eerste helft. Ja, wat gaat er dan fout? Nou, het was allemaal een beetje statisch en te weinig beweging. Verdedigend stond het wel redelijk, denk ik. Alleen ja, het was gewoon allemaal wat plichtmatig. Ja, iedereen voelde in de bal, te weinig diepgang. En, ja, dat ging de tweede helft stukken beter. Ja, die tweede helft begint vervelend natuurlijk. Weer eigenlijk heel snel een rode kaart voor Robert Fick. Wat gebeurde er precies? Zag je het? Ja, ik stond er. Hij stond zeg maar met de rug naar me toe. Hij ging het duel in. En ja, ik vond het wel verrassend dat hij rood kreeg. Want ik heb het zelf niet gezien. De scheidsgaf aan dat hij harder inging terwijl de bal al weg was. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb het niet goed kunnen beoordelen. Je hebt wel wat met die rode kaart, hè? Ja, ja. Tegen Batavia ook al. En ja. Ja, zeg maar, wat doe je eraan? Wat wel opvalt na die rode kaart, gaat het eigenlijk meteen vanaf dat moment gaat het een stuk beter aan jullie zijde ook. Ja, klopt. Dat zie je veel vaker. Hè? Dat de ploeg met een man minder, dat die doet een stapje erbij. En de tegenstander die weet niet goed hoe ze ermee om moeten gaan. Of de ene helft denkt van meer druk zetten, de ander die wil misschien weer teruglopen. Ja, en dat werkt in ons voordeel. Want hoe gingen jullie vervolgens verder? Hè? Van, wat zei Kasper Goedkoop vanaf de zijkant van hoe te gaan voetballen? Toch gewoon een spelletje blijven spelen en op de aanval? Nou, hij had wel een kleine omzetting gedaan door Marco wat meer naar het middenveld te halen. En Guido en Manning wat meer voorop. En ja, verder gewoon vol erop en een stapje extra. Ja, wat moet je anders? Ja. Vooral op snelheid spelen ook, hè? Want dat deden jullie fantastisch. Ja, we kwamen een paar keer heel goed eruit. En ik denk dat Daniel de tweede helft ook echt fantastisch voetbalde. Met een werelddoelpunt. Frustreerde je nou niet dat je van weer eigenlijk toch geen hele serie neer kunt zetten van een aantal overwinningen op rij? Want ja, goed, dat hebben jullie laatste seizoen niet kunnen doen. Nou, vorige week die mooie overwinning. Ja, dan hoop je eigenlijk tegen FNC natuurlijk op een zegen dat je eindelijk eens een keer een langere reeks neer kunt zetten. Ja, dat frustreert zeker. Ik bedoel, vorige week een hele goede overwinning. En ja, dan wil je dat hier vooral voor je thuispubliek wil je dat doorzetten. Dus dat, ja, dat frustreert wel, zeker. Nou goed, 2-2. Ja, gemengde gevoelens nogmaals. Ja, dat denk ik ook.